Ik ben ontzettend blij dat de zon schijnt en dat jullie er allemaal zijn. En de beesten en de kinderen. Want we gaan vandaag het seizoen openen van de kinderboerderij. En we hopen dat er weer heel veel kinderen komen. Want we hebben een hele beroerde tijd achter de rug. Met sluitingen en allemaal dat soort gedoe door corona. En ja, openingen zijn niet doorgegaan. Want we hebben de hele boel verbouwd. En ja, de mensen zijn er ook al gewend dat het er staat. Maar eigenlijk hebben we dat nog niet heropend. En nou ja, we doen dat vandaag. En we vragen de wethouder om ons te helpen met het openen straks. Dus een bijzonder welkom aan wethouder David Soles. En aan, ook aan John de Valk. Dit moet ik ook, wij hebben hier ontzettend gesmoegd als vrijwilligers. En hebben heel veel voor elkaar gekregen. We zijn eigenlijk praktisch klaar met wat we wilden. En dat is een hele tour geweest. En ik moet daarbij zeggen, er zijn ontzettend veel mensen die ons geholpen hebben met geld, met allerlei ondersteuning. Maar de gemeente die heeft zich echt niet onbetuigd gelaten. Die heeft ons ontzettend geholpen met een investering. Maar ook die jongens van gemeente werken, want eigenlijk was dat hun ding. Die kinderboerderij, die hebben om heel veel hand- en spandiensten tot van de week nog geleverd. Dus daar zijn we ontzettend blij mee en we zijn ook trots. En ik ben ook ontzettend blij dat het deze wethouder gebleven is. Want ik wil natuurlijk voor de toekomst bij die nieuwe gemeente dat ze net zo behulpzaam blijven. Dus we willen die contacten heel graag warm houden. Want ja, hulp hebben we nog steeds nodig in de toekomst. Er is van alles te doen altijd. Maar goed, we zijn heel ontzettend blij. We hebben het heel mooi voor elkaar. Nog niet. Je ziet hier nog geen net. Dat was nog net niet beschikbaar. Maar voor de rest zijn we... net was net niet, nee. Goed. Maar dan gaan we het nu openen. En dan wil ik de wethouder vragen en wat kinderen die meehelpen. Wil jij ook een wasmaken hier? Wil jij deze doen? Ja, 1, 2, 3. Zo ja. En het spandoek is gemaakt door Nora en door wie nog? Door Jaylin. Jullie zijn allemaal welkom. Kom binnen. Thank you.
6 april 2022. Het is lente, dus tijd voor de kinderboerderij. Die mag weer open en die hebben we in de Veluwe al heel erg lang. Kinderboerderij Het Ganzenbos. Zojuist geopend door de wethouder en door Gert Segers. En Gert, nou ja, gefeliciteerd weer met een nieuw seizoen. Ja, hartstikke leuk. We zaten ontzettend op te wachten. Want we hebben ook coronatijd gehad. Kunnen we even naar de historie kijken? Want Het Ganzenbos, dat zit natuurlijk al heel lang hier in de Veluwe. Hoe lang bestaat de kinderboerderij hier al? Nou, ik heb dat niet precies onderzocht, maar het is hier meer dan 50 jaar. Ik woon hier nu 43 jaar, toen was het er al. Ja. En dat is door de gemeente hier neergezet. En is altijd onderhouden of onder beheer door iemand van de WSW en met wat vrijwilligers. Maar de gemeente was restings verantwoordelijk. En daarom heb ik ook straks gezegd van nou, het is ook jullie kindje. Want zij hebben ons ontzettend geholpen om de boel te vernieuwen. Nou, toen wij hier begonnen als stichting met een nieuwe groep vrijwilligers, toen was het eigenlijk ook niks meer behalve dit gebouwtje. Maar de rest was allemaal brak. En ook afgekeurd, ja. Want de GGD die zou gezegd hebben, nou je mag geen kind meer komen. Nee, op een gegeven moment gaat het niet meer, nee, als er geen onderhoud is. Nee, dat ging niet meer. Maar ja, we hebben toen met de gemeente een deal gemaakt en dat was een hele goeie. We kregen wat geld om te investeren en we hebben daar zelf ook flink wat bij kunnen leggen door sponsors en schooien. Ja, maar nu staat het er en het is wel echt heel mooi geworden ook, hè? Ja, dat vinden we zelf ook, ja. En het is ook, als je het nieuw maakt, dan moet het ook praktisch zijn en daar ben je dan nog steeds mee bezig. Maar ja, het is hier prettig werken. En we hebben in die periode ook heel veel vrijwilligers gehad. Hè, want dat is dan, ik ben een pensionado, maar we hebben ook vrijwilligers die er tijdelijk even niet goed mee kunnen, maar die dan zo'n plek hebben en weer bijkomen. Dus die blijven een jaar of anderhalf. Ja. En dat werkt ontzettend goed. En we hebben, dat is ook nieuw, we hebben in onze ruimte een groep van de looierijen, van de dagopvang. En wij noemen dat de knuffelgroep. Die komen met konijnknuffelen en zo, die doen de was van ons vouwen en zo. Maar die zijn dan een hele dag hier en die mogen hier rondlopen. En dat zijn mensen met een beperking en die hebben hier ontzettend veel plezier. Ze zijn nu 3/4 jaar hier en dat gaat ontzettend goed. En zo proberen we de boel zo open mogelijk te krijgen. Ja. Want we zijn er voor iedereen. Ja. Heb je nog mensen nodig? Ja, want de vrijwilligers komen en gaan. Maar dit is je kans. Ja, dus vrijwilligers. Dieren verzorgen. Klussen, dat kunnen we gebruiken. We kunnen ook nog een bestuurslid gebruiken. En als we open zijn voor de kinderen, om die middagen te begeleiden. Dus iemand die met kinderen wat wil doen. Ja, heel graag. Kunnen we altijd gebruiken. Daarnet was er nog een meisje die wil komen helpen. En die komt zelfs uit Groesbeek hier naartoe. Ja. Waar kunnen mensen eventueel contact zoeken? Nou, via de website, er staat een telefoonnummer en dan bereiken ze mij. Ja. Of gewoon langskomen. 'S Morgens is het altijd open. En 's morgens komen opa's en oma's ook langs. Dan mag je altijd binnenlopen. Want wij zijn 's morgens altijd aan het voeren. Ja. En dat is dan iedere keer een andere groep vrijwilligers. Maar in ieder geval zijn we open. En dan kom je verder. Ja. Ja. Nou, u hoort het. U bent gewoon welkom om konijnen te komen knuffelen. Te harken, te scheppen en om eieren te kopen, of niet? Ja, ook nog, ja. Ja, we verkopen ook eieren, ja. Maar dat is leuk, daar hebben we ook een bepaalde aanloop. Er zijn wat oudere mensen, die komen dan een praatje maken. Ja, dat is hartstikke leuk, ja. Dankjewel voor je tijd en gefeliciteerd met deze prachtige, dankjewel, vernieuwde kinderboerderij. Ja, dankjewel. We zijn er ontzettend blij mee. Nou ja, de gemeente is natuurlijk ook weer aanwezig, hè, in de vorm van... Ja, zeker. David Seulas, wethouder gemeente Land van Kuik tegenwoordig. Kijk, helemaal nieuw, hè? Nieuwe gemeente, vernieuwde kinderboerderij. Zojuist heb je de opening gedaan met een aantal kinderen. Hoe is het voor jou om hier te zijn? Nou ja, heel, heel fijn en heel leuk. We hebben er lang op gewacht, want dit was de vierde uitnodiging om dit eindelijk te mogen openen. Door corona kon dat helaas niet doorgaan. We zijn hier wel ook geweest, ook met het gezin, om te spelen en met de kinderen naar de dieren te kijken.
Wat extra leuk is, omdat ik hier vroeger ook als kind al kwam. En met kinderfeestjes gingen we hier naartoe. En ik kan me nog herinneren dat we met de huifkar dan een rondje deden door Kuik. Dus mooi hoe dat dan weer doorgaat. Ja, dus jaren terug lagen jouw voetstappen al hier. Ja, ik ga niet zeggen hoe lang geleden, maar al heel lang geleden. Ja. Ja. En hoe belangrijk vind je het zelf nu voor de gemeenschap, voor je eigen kinderen? Ja, heel belangrijk. Ik bedoel, de belangrijke manier om op deze manier met dieren in aanraking te komen. Ze kunnen hier spelen, er worden hier allerlei activiteiten georganiseerd. En vooral ook mooi dat dit met hulp van de gemeente, maar vooral met heel veel hulp van de vrijwilligers, is opgezet en nu ook wordt bijgehouden en georganiseerd. Dankjewel voor je tijd en zelf ook heel veel knuffelplezier dan. Ja, dankjewel. Komt goed. Ja, ik heb het niet meer. Ja, goed. Ik heb het ook al.